Die kerstman was natuurlijk de start van mijn solo optredens. Hè? Want daarvoor speelde ik alleen in bandjes en met andere mensen. En op een gegeven moment ben ik ook alleen gaan spelen. En dat was vooral de kerstman die heeft daar het startschot voor gegeven. Dat was zomaar een idee. Terwijl ik koffie zat te drinken met iemand, zagen we een levensgrote kerstman in de etalage staan met een saxofoon. Ik denk van, dat kan ik ook. Maar dan echt. En zo gezegd, zo gedaan. En ik was binnen 2 weken werd ik gebeld en ik had nog maar 9 nummers en nog geen pak. Dus ik moest als de bliksem aan de slag. En binnen 2 weken stond ik hier overal te spelen. Dus dat was ineens een heel leuk succes. Het jaar erop werd het groter en groter. Inmiddels speel ik in een prachtig pak. Speel ik 20 keer in 1,5 maand. Speel ik door het hele land, op allerlei kerstmarkten. Haarlem, Dordrecht, Düsseldorf ben ik geweest. Saxicenta, ja precies. Moet je niet opzoeken op internet. vanuit daar ga je dan een beetje denken, wat kan je nog meer doen? En iedereen roept altijd, ja je moet de paashaas doen. Maar ja, ken jij paasliedjes? Ik niet. Dus dat wordt een beetje een dingetje. Het pak is leuk, maar je moet ook nog iets kunnen spelen. Dus de paashaas is afgevallen. En toen kwam ik met die Franse act. Ja, heel klassiek. Een streepjes shirt, rood sjaaltje, alpino pet. Ik heb een mand met gekkigheid op mijn rug. Stokbroden, een fles wijn en knoflook. Ja, als er ergens een Frans feestje is, dan ben ik erbij. Ik heb het zelfs een keer op een, dat was wel heel mooi om te doen, op een uitvaart. Dat was een oudere dame, die was helemaal gek van Franse chansons. En toen ze overleed, was haar dochter, die had zoiets van, nou, dan moeten we op de uitvaart Franse muziek hebben. En die is gaan zoeken en die vond mij. En toen heb ik voor de kist uit met het nummer She naar de aula, met de kist achter mij aan, ben ik zo naar de aula, spelend naar de aula gelopen. En in de aula heb ik ook nog 2 mooie Franse liedjes gespeeld. Ja, dat was hartstikke mooi om te doen. Ik zei ook al, moet ik niet gewoon netjes een bak aan? Nee, zegt ze, nee, je moet echt in je Franse tenue. Want dat was de sfeer die ze wilden hebben. Ja, nou ja, dat kan. Ik heb dan die mand normaal op mijn rug met stokbroden en wijn. Die heb ik even achterwege gelaten. Ja, dat hadden ze misschien ook nog leuk gevonden, weet ik niet. Maar ik had zelf zoiets van, het wordt een beetje te lollig. Ja, precies, ja. Je moet volgens mij niet snel opgeven, inderdaad. Met dit soort dingen. Ik heb wel de neiging dat als ik denk van nou, hier komen geen reacties of hè, ja. Dat je dan denkt van nou, laat maar dan. Ik heb ooit een keer het idee gehad om reclamemuziek te maken, te componeren. En toen had ik 50 bandjes, cassettebandjes nog, laten persen, zou ik maar zeggen. Of tenminste laten kopiëren. En een mooi hoesje gemaakt. En dat had ik allemaal opgestuurd naar allemaal reclamebureaus en videobedrijfjes en weet ik veel wat. En toen kreeg ik van een of ander ontzettend suf videobedrijfje een enorme negatieve reactie. Van wat een amateuristische rommel. En dus je denkt dat je daarmee bla bla bla. En dat was nog niet eens internet toen, maar dat zou echt zo'n haatreactie zijn bijna op internet. Maar dan kreeg ik dat, zeg maar, terug aan de telefoon of op een brief, ik weet niet eens meer. En dacht ik echt van wauw, weet je. En toen ben ik gestopt. Ik was er zo van, ik was nog jong, zou ik maar zeggen. Ik was 21 of zo. Net op het conservatorium. En dat had voor mij, ik heb die doos met bandjes heb ik op zolder gezet en ik heb ze nooit meer opengemaakt. Ik ben er niet meer verder gegaan. Gewoon door één zo'n kutreactie, weet je. Dat wel. Ja. Ja, ik ben later wel gewoon nog gaan componeren, maar ik ben met die bandjes gestopt. Terwijl, ja, achteraf, als ik het nu terughoor, was het gewoon, je bent gewoon dan zo'n bedrijf waar die zelf waarschijnlijk voor geen meter draait. En dan denkt van, nou, dan ga ik iemand anders ook naar beneden halen of zo, zoiets. Ik denk, als je gewoon zelf goed in je vel zit, doe je dit niet, toch? Ja, trek je er alsjeblieft niks van aan. Maar dat is moeilijk. Het is altijd, dat hoor je ook van mensen die in theater staan. Of, hè, die die gaan dan de volgende dag de recensies lezen in de krant. 10 hele mooie recensies.
En één kutrecensie en dat wordt de recensie waar ze... Die gaat in je hoofd peuren. Zo van, terwijl je 10 goede recensies hebt. Maar, dit is waar heel veel artiesten denk ik mee worstelen. Dat negativiteit van mensen, dat heel erg onder je vel gaat zitten. Terwijl het zo zonde is. Want het is meestal slaat het of het slaat nergens op of het is gewoon niet handig. En dan kan je beter gewoon... Ja, ik weet het nu nog steeds. En dat ik weet ook nog steeds hoe ik me erbij voelde. Ja. En dat is echt 15 jaar geleden of zo. Nou, 40. Nee, 30. Niet overdrijven. Ja. Dat is nog 30, ja. Lang genoeg geleden dat je... Ik was aan het optreden. En het was erg gezellig, erg leuk. En ik heb op een gegeven moment een pauze. Dus ik ga naar het toilet. En ik heb een heel mooi draadloos microfoonsysteempje. En ik loop met dat draadloze microfoonsysteempje met de volume voluit het toilet op. Doe mijn rits open. En de hele zaal heeft meegenoten. En klaar was ik, rits weer dicht. En ik kom de zaal binnen en iedereen keek me aan toen ik binnenkwam. Het was muisstil. Ja, een hele mooie beginnersfout. Ik had iemand bij me en toen ik daarbij ging zitten, die zei van, we hebben allemaal meegeluisterd met je toiletbezoek. En toen kreeg ik een enorme rode knar. En toen ben ik eerst maar weer eventjes wat gaan drinken voordat ik verder ging. Ja. Dit is wel even een tijdje geleden, gelukkig. Ja. Beginners. Ja, de begin van de draadloze systeempjes, weet je wel. Dat je die mee kan nemen naar het toilet. Het lastige is geluid maken. En daar ben je gewoon even mee bezig. Dat kan soms een paar weken duren zelfs. Dat je, voordat je echt een beetje geluid eruit haalt, waarvan je zegt van, dat is fijn om naar te luisteren. In het begin klinkt het een beetje als een drachtige olifant. En dat is niet fijn voor de buren ook. Maar ja, daar moet je even doorheen. En als het geluid er eenmaal is, dan die kleppen en zo, dat komt wel, weet je wel. Uiteindelijk is dat gewoon een kunstje. Toen ik ben begonnen, ik hoorde een plaat van Supertramp. Met een prachtige saxofoon solo. En toen werd ik gelijk verliefd. Ik denk, dat geluid, dat wil ik ook maken. Dat vind ik mooi. En toen kreeg ik inderdaad een oude tweedehands saxofoon van mijn ouder, van mijn ouders. Daar kon ik vrij snel al op spelen. Alleen had ik... Je had nog geen YouTube en dat soort dingen en ik was nog niet op les geweest. Dus ik had mijn mondstuk zo, met het rietje aan de bovenkant. En ik kon er aardig geluid uithalen. Ik kon al een liedje spelen en zo. En ik heb zelfs met een bandje een hele avond staan optreden. Nou, je wil het niet terug horen, want het klonk natuurlijk voor geen meter. Want ik kon echt nog niet spelen. Maar ik was zo enthousiast en iedereen vond het geweldig. Want er was sowieso niemand die saxofoon speelde. Dus ik was sowieso de beste. Maar toen kwam ik op les en ik zet mijn mondstuk erop. En die leraar begint vreselijk hard te lachen. Hij zegt, ik zou me omdraaien als ik jou was. Ja, en dat is wel een beetje het grappige. Want als je durft te spelen, dat zeg ik ook wel tegen mijn leerlingen. Eigenlijk is durven het belangrijkste. Dat je gewoon je vooral niet belemmerd voelt van, ik mag geen fouten maken. Of, dat klinkt niet goed. Of, ik doe het niet goed. Dat is eigenlijk de grootste vijand van lekker muziek maken. Als je gewoon denkt van, ik ga het gewoon doen. En vlieg ik hier aan de bocht uit. Maar wel vol overgave. Dat is veel leuker dan dat je heel voorzichtig staat van, ik mag geen fouten maken. Dat vindt niemand leuk om naar te kijken ook. Nee. Als je heel voorzichtig staat spelen. Dus jij lekker staat te tetteren. Ja, beter. Maar het is voor sommige mensen heel lastig hoor. Zeker mensen die een beetje dingen onder controle willen hebben. Of die bang zijn om fouten te maken. Het is eigenlijk echt heel lastig om dan lekker muziek te kunnen maken. Ja. Vooral mensen met een wat hogere functie. Die bijvoorbeeld gewend zijn om dingen te controleren. En om echt te organiseren. En vooral te zorgen dat het goed gaat allemaal. Ik had iemand die hoog in de boom bij de NS zat bijvoorbeeld, een mevrouw. Nou, die kon niet improviseren. Die durfde niet. Die mocht geen fouten maken. Die zat helemaal klem. Ja, ja. Is het gelukt? Uiteindelijk werd ze zwanger. Dus is ze daardoor gestopt. Maar ze vond het wel heel leuk. Maar het was heel lastig om die over een drempel heen te krijgen.
om iemand die dus zo gefocust is op goed willen doen, om die lekker muziek te laten maken, is heel lastig. Toeter in je muil en spelen maar, zeggen wij in Rotterdam.